Dit is Charlie. Charlie blijft bij ons wonen. Leg maar op kantoor. Charlie. Leg maar op kantoor. 3 of 4. Het alarm ging in ieder geval vannacht af. Ik ben doorheen geslapen. En er lag een dalmatie erin. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. Nou, wij zijn vandaag heel laat met de dag openen. Want alle kindjes slapen nog. Guusje is nu wakker, die zit aan het ontbijt. En Madeliefje zie ik daar al zitten. En Juniortje. En daar hebben we Jan, die is al klaar met werken. Ik ben net klaar met werken, ja. Die is om 3:30 begonnen. 3:30 pas? Al. Ja, 3:30 pas. Dus wat gaat de dag vandaag allemaal nog brengen? Wat gaan we vandaag doen? Alleen naar school. Nee. Nee, je hoeft niet naar school, het is vakantie. Ja, weet het. Hoe is Tuin? Hi. Hallo zeg. Hallo. We zullen eens kijken wat het allemaal gaat brengen vandaag. We hebben eigenlijk niet zo heel veel plannen. Dus even werken. De baas zijn. Niemand. Dat gaan we een keer op een zondag doen, hè? Nou, mama, ik ga een keer op een zondag een bijna oude setjes aan de spelkop van jullie geven. Oh, nou, dat is lief, maar dat hoeft niet, hoor. Mama. Dat is van jou, hè? Dus zijn vandaag de speelgoedwinkels open? Maar dan mocht ik een keer de baas. Mag ik dan niet voor mijn 5 euro kopen? Ja. Mama, dan mocht ik een keer de baas zijn. Ja, dat mag een keer. Sowieso. We hadden toch gezegd dat jullie er allemaal een keertje mogen op een zondag? Ja, we hebben allemaal een eigen dag en je ook nog een keer de baas. Ja. Nou, dan ja, we zien wel wat we vandaag verder allemaal doen. Hè? Het is een lekkere vakantiedag, hè? Ja, een lekkere vakantie. Ik ga even een dutje doen. Ik slapen voor zondag. Wat is de zondag dan? Zondag gaan we naar de... Nee, zondag gaan we naar de bakkerijbeurs, schat. Ja. Dat is deze zondag. Nee, dat doen we als we een keer een zondag niks te doen hebben. Dan mag iemand dat doen, goed? Gaan we een keer proberen dat iemand de basis, hè? We weten niet of dat bij ons past. Heel veel YouTubers die doen het. Ja, alleen ik. Naar Jumbo XL met z'n allen. Bijvoorbeeld, hè? Daarna gaan we karten. Oh, doe maar. Dat is jouw al, denk ik. Ik krijg een budget voor ons, hè? Daarna gaan we. Nee, ik weet hoe je het doet. Nee, dat karten niet. Eerst gaan we ochtend eten. Daarna gaan we naar Jumbo XL. Daarna gaan we. Dat weet ik. Dat is moeilijk te verzinnen. Ja. Nou, daar heb je nog heel lang de tijd voor. Dus denk er maar eens goed over na. Junior, is het zo lekker in bad? Junior. Niet zo leuk. Kijk, mama. Ik hoor poesje piepen. Mama, kijk. Ja. Wat is dat nou? Oh! Ga je spetteren? Ga je spetteren? Mag maar kusje? Handkusje. Bah! Niet opdrinken. Oh, bijna uit het bad. Bijna uit het bad. Je kan het er niet uitgooien, hè? Nou, mama, ik ga weer verder. Dag, schatje. Nou, en hoe gaat die, Sophie? Nou. Je bent verkouden, hè? Ja. Je zit altijd in niche. Maar zit er... Het zit helemaal dicht vol snot. We zitten de hele tijd samen al lekker kantoorwerk te doen. Ik denk dat van carnaval komt. Van buiten lopen zonder jas en zo. Zo, ik weet ja. niet.
Ja, het rooster moet weer af. Het is weer afgelopen voor mij. Ik heb net de betalingen gedaan. Dat is bij ons ook altijd wel een stapel. Ik kreeg koekjes. Bah. Mijn dochter. Fabriekskoekjes ben ik nooit zo mee eens. Nee, daar brengt ze ze ook mee, denk ik. Ja, ik neem ze niet mee. En ik doe toch de meeste boodschappen. Ik heb natuurlijk vanmorgen, ik heb niet gefilmd. Ik had de bar mee opgeruimd en verbouwd. Ja, de poesjes ja. Mooi weggezet. Dat zal ik eens even laten zien. Dan kunnen we even kijken bij de poesjes. Ja, laat jij het. Gaan we samen even naar de poesjes. Ja, moet kijken of we op de goede plek zitten. Want ik heb even drie. Oh, kijk, hier, huppelen ze al. Ik heb drie dingen gemaakt. Drie. Van je maat, lief. Ik ga erin op de wc. Op de grote wc. Oh ja. Niet op de kinderkattenbak. Ja. En dat is wel een grote. Het idee is dat de oudste ook, van Lola. Die is wel gaaf. Ja, dat is Annie. Ik kijk zelf niet zo heel vaak naar de poesjes. Alleen naar die wauw eigenlijk. Het idee is dat die grote van Lola, die boven hier nu los rondlopen. Ja. En dan had ik bedacht, dit is voor de kleintjes van Maxi, dus die hoort hier al niet. Maar dat is... Maar deze die kunnen overal al overheen springen en zo. Nee, die kan er nog niet echt overheen springen. Dan moet hij erin klimmen. En dan hier moeten de kleintjes van Coco. Die kunnen er dan niet overheen. Maar het klopt nou niet. Dus ik moet even kijken welke kittens waar moeten en of we compleet zijn. Deze houden wij. Vind je de een van de mooiste? Ja. Ik vind die grijs ook heel mooi. Ja. Oh, ik sta verkeerd met het licht. Kijk, ik moet aan die kant gaan staan. Dit is Charlie. Charlie blijft bij ons wonen. Leg maar op kantoor. Zet eens drie verschillende drie nestjes naast elkaar, de grote. Dat je zegt, ja. Deze is zoveel weken. Ja, pak dan maar even Maxi. Oh, en dan pakken we die bij ons ook blijven wonen. Mama, er liggen nu vier van Maxi. Liggen er maar vier? Ja. En die heeft er vijf? Ja. Oh. Ga even kijken wat hij. Hier hebben we Elvin. Kijk, mama, die met het paarse bandje, die ligt altijd achter dat ding. Ja, die vind ik de mooiste. Ja, die blijft ook bij ons. Bobby. Oh, mama, ja. Ik zie hem al achter dat. Kijk, hieronder. Wacht er even, stopt. Nou. Kom jij dan maar eens mee? Jij die moet. Deze, die kan echt een janken als een baby, hè? Ja. Die? Ja. Waar gaan we ze dan zetten? Nou, hier zo. Zo drie naast elkaar. Okay. Met de kopjes zo naar voren. En dan moet jij even zeggen hoeveel weken dat ze zijn. Ja, dat was een goeie. Dat was van harde miauw. Oh, deze die schillen niet veel. Die schillen niet veel, hè? Nee, er zit ook maar twee weken. Dus elke keer een beetje 2 weken, toch? Even, deze zijn, die waren drie, dus die zijn 3,5 week. 3,5 week. Dan zijn deze. Die kennen we niet meer zien. Die zijn, even 3,5 week. Die zijn geboren op 5 weken. Morgen. 3,5 week, 5. En deze zijn... Ongeveer 5 weken. 7 weken. 7? Ja. Bij de 10 weken gaan ze toch weg? 7, 5 en... Nee, nog later. Ze gaan met 13 weken weg. 13, ze blijven niet meer zo lang. Jawel, joh. 7, ja, jij vindt het zo leuk, hè? Jij bent echt onze poezemoeder. Ze blijven nog maar 6 weken. Onze poezemoeder. Die blijft. En dan is er nog... Abby, ik kan niet meer. Dus dan straks hebben we er gelukkig nog maar 6. Maar 6. Heb je dan 6? Ja, de 3 moeders en de 3 kindjes die we houden. Maar mama, houden we die moeders totdat ze sterven? Nee, dat weet je. Mama kan daar heel goed uitleggen hoe dat zit met de moeders. Als ja, je dan een eigen kettery hebt. Als ik dat nou uit moet leggen, kijk, daar heb ik commentaar op. Dat was de vorige keer ook al. Dus dan kregen we echt best wel veel commentaar op. Maar ja, je kiest ervoor om een kettery te zijn. En hebben wij ook tegen jullie gezegd. Je weet dan, je kan niet van elk nestje... kittens houden, want dan wordt het veel te veel. Je moet je verjonging in je kettery houden, dus dan kies je ervoor om ze 2-3 nestjes te laten krijgen. En dan tussen de 2 en de 4 jaar verhuizen ze dan met een kitten naar een
ander huis. Naar een nieuw huis. Dan krijgen ze en het voordeel van zo'n moederpoes, dus die al twee nestjes gehad heeft, dat zijn een hele rustige poezen. Dus als jij als jij stelletje bent, je werkt allebei, dan is het heel fijn dat je een rustige poes hebt. Die niet meer in de gordijnen klimt, bij wijze van spreken. Die bank niet kapot krabt, die gewoon lekker de hele dag ligt te slapen. En als je thuis komt, dan komt hij naar je toe en dan kan hij even kroelen. Het liefst doe je hem ook weer wel verhuizen met een kitten. En dan heb je natuurlijk weer wel een jonkie erbij. Dan wordt het meeste gedaan. Ja, weet je, dat is een keuze die je moet maken. Je kan ook zeggen, je krijgt één nestje en je houdt heel het nestje. Maar er is niemand die één poes heeft en die zeven kittens gaat houden. Nee, zo hoort het bij een ketterie. Als je ketterie hebt, een professionele ketterie, doe je 2-3 nestjes met een volwassen poes. En daar zullen de meningen altijd over verdeeld blijven of dat wel of niet oké is. En wij hebben de ketterie omdat het een hobby van jou is. Ja. Jij vindt het leuk en wij vinden het leuk om aan de kinderen te laten zien hoe de natuur een beetje in zijn werk gaat. Ja, nou, ik heb dan zoiets, dan doe ik het liever goed volgens de regels en met het ras en zorgen dat het ras zuiver blijft. Ja, in plaats van de katten buiten laten lopen die met nestjes komen, dan denk ik, ja, laat ze dan helpen. Dus ja, daar zit het asiel mee vol, omdat die mensen dan de kat niet hebben laten helpen. Waarom neem je geen kat die ook naar buiten gaat? Nee, dat mag niet. Deze mogen niet naar buiten. Nee, dat is niks meer waard. Nee, als je ketterie bent, mogen ze ook niet naar buiten. Dan kan je niet fokken. Ja, in het buitenverblijf. Ja. Nee, mogen niet weg. Nee, maar als je bijvoorbeeld die kindjes van Lola, die mogen nu nog niet naar buiten. Maar later mogen ze dan naar buiten. Als ze gesteriliseerd zijn. Dat is wat de mensen er zelf mee doen met hun dan kat. Mag het wel, ja. En gechipt en gesteriliseerd. En je woont in een veilig gebied dat je denkt van, nou, mijn poes kan hier wel buiten. Net als bij Open en Oma, want die hebben ook zo'n poes van ons. En hun hebben ook een hele grote tuin. Ja, die hebben een hele grote tuin. En daar komen heel weinig mensen voorbij, want ze kunnen zo'n poes ook nog pikken, hè? Die blijft dus bij ons. Ja, dat is wel waar, ja. Welke? Die? Ja, die nu bij ons. Ja. Die blijft onder kleur en die andere twee die blijven onder kop. Oké. Okay. Ja, dat is ook weer de afweging die je maakt. Dus altijd kijken naar de bouw om de mooiste, de beste lijn. En het dekken, daar laten we helemaal in Leiden doen. Ja. Bij Ketterie, waar onze poezen zelf ook vandaan komen. Daar hebben we hele goede contacten mee. En goede die heeft een hele grote Russische kater. Dat is echt heel gaaf beest. Als we nog een keer een dekking, als we daar komen, zullen we hem wel eens op de vlog zetten. Dat is een kopie van die. Maar dan in het... Huge. 60 keer zo groot. Maar mama, die is ook echt heel mooi. Ja, dat vindt papa ook. Die heeft geen andere kleur dan blauw. Ja, dat is Blue Solid noemen ze dat. Die moeten we eigenlijk noemen Bobby... Bobby Blue. Want dat is een blauwe... Dat noemen ze blauw. Dat noemen ze blauw uit Schrijs. Ja. Het is een blauwe poes en een blauwe ogen. Hij is aan het paaldansen. Ja. Paaldansen. De paaldanspoes. Dat vinden ze een van de leukste speeltjes, hè? Die kleine... Ja, deze. Die kregen we bij het voer. Oh. Bij. Dus, ja. Hartstikke leuke dingen zijn dat. Nou, opa en oma, veel plezier met onze kinderen. Dankjewel. Wij gaan lekker eten woensdagavond. Junior zitten we met een beker te spelen. Ja, dus je is een ding kwijt. Dus ja. En Floor zit voor net piano te spelen. En de jongens. Echt een vakantiedag. Hey Nout. Hoi. Hoi, wij gaan. Waarheen? Uit eten. Okay. Woensdagavond. Oh. Ja, houdoe. Doei. Ben je warm? Doe je nou? Oh ja, ben je een beetje warm, ja. Hier zit er ook nog. Oud papier. Moet ook naar de container van de bakkerij. Nou, wij gaan uit eten. Nou, het is een tijger hoor in Teda. We zijn hier nooit geweest. We vinden het thuis allebei heel lekker. Als we in Amsterdam zijn, gaan we altijd thuis eten. Ik ga nog eens wat dikke door, dus pak ik. Laten we wel een beetje zien. Hebben we besteld? Ja, we hebben besteld mini-hapjes en salade. Dan allebei de tomkai met de kip en met granalen. Ik weet die naam niet. Ja.
Nana ook allebei kippen als hoofdgerecht. Ja. Maar dat doen we lekker samen delen. Ja. En nagerecht is een verrassing hier. Of een kopje koffie. Of een kopje koffie kon je nemen, ja. Dus we zullen het zien. Zou ik ook zo naast elkaar. We zitten hier helemaal bij elkaar. Eentje. Het is ook niet druk, want we zijn ook wel heel vroeg. Want het is 10 over 6 of zo. Ja. Meestal zijn we niet zo vroeg. Het is zelfs nog licht buiten. 6 kwart over 6. Kwart over 6. Die Dalmatiër, even. Die Dalmatiër die bij ons in de tuin, die in het babykamer is gelegd, in de woningkamer. Oh. Die is van Villa. Viva, Villa Viva, Sam, kledingwinkel, Veno de Poel. Ja, en die Jan. Ja, die staat daar buiten. Oh. En die is. Dan moet je even het verhaal helemaal van het begin af aan vertellen. We hebben natuurlijk een vondelingenkamer, dat komt in onze house toe. Die we echt heel binnenkort op gaan nemen. Ja. Dat willen we echt heel snel doen. En dat is een vondelingenkamer en dat is een heel lang verhaal, dus dat komt in de house toe. We hebben ze met carnaval voor het eerst. We hebben de kamer nou 4 of 5 jaar? 3 of 4. 3 of 4. Nou, het alarm ging in ieder geval vannacht af. Ik ben erin geslapen. En daar lag een Dalmatiër erin. In de, ja, de wieg. En toen zei iemand, ja, die is van die winkel en die was kwijt. Toen heb ik gekeken op Facebook en toen stond er van, hij is terecht. En nu zijn ze volgens mij weer kwijt. Hij is heel carnaval rond geweest. Allemaal foto's geplaatst. Hij is alle plekken. Iedereen staat met die Dalmatiër op die foto. Maar nu stond hij dus bij ons in de babykamer. En toen hebben we hem buiten gezet. En, is hij weer weg? Nee, hij staat er nog. Ik krijg net een berichtje van een vrouwtje. Van, ik hoor dat de Dalmatiër bij jullie is. Oké. Moeten we de Dalmatiër nog even laten zien als we thuis zijn dan? Ja, we moeten hem terugbrengen. Ja. Nou, onze eerste gerechtjes zijn er. Foto's voor Insta. Ja. Het is mooier op de foto dan in het echt. Ja, leuk hè? Ja. Ik heb ook een goede camera. Ja. Sausjes. Nou, ik ga die voor jou ook proeven. Ja, jij mag proeven, Pili. Is het een lekker schatje? Het is echt heel lekker. Wat pittig? Ja, ik zit me in de fik. Ja. Blij had jij erop dat het zo pittig was. Hè? Je hebt die saus. Nee, die pak ik niet, maar die is heel pittig. Ik vind het echt heel lekker. Ik kan voor je eraan weer van. Ja, zeker een keer een tof. Met kip en kokos. En met pittig en pittig. Kip, kip. Daar zal zo'n pepertje in zitten. En witte rijst. Maar die zijn ook gewoon helemaal lekker, die rijst. Hè? En is het ook beter dan dat we daar zelf zijn. Ze zijn nog met een testmenu en zo, dus ze krijgen nog een uitgebreide kaart. En daar gaan we zeker nog terug. We hebben een mukbang. En dan moet je een vraag beantwoorden. Ja, blijkbaar zat er allemaal niet zo, hè. Nou, smakelijk. We zijn klaar met eten. Het was iets sneller dan normaal. Het is 7:55. En nu we toch in Breda zijn, hadden we bedacht dat we dan misschien wel eventjes door kunnen rijden naar het casino. Dat doen we eigenlijk nooit. Misschien 1, hooguit 2 keer per jaar. 2 is al veel. 1 keer per jaar. Meestal als we in Valkenburg zijn. Ja, als we in Valkenburg zijn. Met 2000 doen we dat regelmatig. Dat is ook al meer dan een jaar geleden, want... Ja, junior is er. Ja, is een jaar geleden, denk ik. Toen jij hoogzwanger was, zijn we nog geweest. Ja, maar ik ben daar niet met 37 of 36 geweest. Nee, daar ga ik niet zo weer weg. Toen zijn we in januari geweest dan of zo. Zoiets, ja. Dus dat is echt al een jaar geleden. En volgens mij, ik weet niet of we toen nog naar het casino zijn geweest de laatste keer. Ja. Ja? Doen we daar altijd als we daar zijn. Dus nou, dan gaan we. We zijn echt heel vlakbij bij Holland Casino Breda. Moet wel even instellen, want dan kun je het weer hier in. Ik weet ook niet wat daar heet. Nou, dat ga ik even opzoeken. Dus wij rijden nog eventjes. Nou, wij zijn altijd zo klaar, want we pakken gewoon altijd een vast bedrag. Ja, en, wij doen gewoon 50 euro de man. Ja. En als stop is, een stop. Dan gaan we weer naar huis. Maar ik heb toch ook een keer 200 euro gehad. Ja. Ik heb nog wel meer. Jij nog wel meer, ja. Maar, dus het kan zijn dat nou we een kwartiertje weer naar huis gaan of
zullen we jullie straks laten weten als we terug zitten in de auto. Wat de stand van zaken is en hoe laat het is. Als het laat is, dan is de kans dat we iets gewonnen hebben of dat we het allemaal weer gespeeld hebben. En is het een kwartiertje later, dan was het zo. Zijn we binnen 30 minuten buiten, dan was het al heel snel op. Nou, onze winst vanavond was min 100 euro. Allebei 50 euro gespeeld. Allebei een drankje, ook, dat was ook nog 5,50, dus 105,50 euro. Maar het was wel leuk. We hebben leuk aan het gaan. Ja, ik heb best langs het spelen nog. Ach ja, wij hebben geluk in de liefde, hè? Ja. En niet in het spel, dat maakt niet uit. Toch? Kan beter zo zijn dan andersom. Nou. Nou, wij krijgen de auto en dan naar huis en ik denk dat we dan nog even een serietje kijken of zo vanavond toch? Ja, denk ik. Oké. Zo, wij zijn weer thuis. Ik ga even bij alle kinderen even kijken die nog wakker zijn, wat ze aan het doen zijn. Hallo Eline. Hoi. Hoi. Ga je zo slapen? Ja, ik was in voetbal aan het kijken. Voetbal? Ja, maar gewoon terugblikken of zo, weet je wel. Oogjesje liggen bij jou. Nou, wel rusten. Rusten. Even naar Merel. Hallo Merel. Het met jou? Ga je ook zo slapen? Ja. Ja. Ik moet nog afsluiten van vandaag. Zullen wij dat samen doen? Ja. Vind je dat leuk? Bedankt voor het kijken naar deze video. Morgen hebben we weer een vlog om 4 uur. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. En vergeet niet te abonneren. En op het belletje te drukken. Tot morgen. Houdoe. Bye.